In dit research item wil ik het gaan hebben over Beyond Good and Evil 2. Want wat de fuck is er met die game aan de hand? Daar zit zo zwaar de op. Die game is zo insane in de developers hell. Dat ik misschien wel een beetje twijfel of dat spel ooit nog gaat uitkomen. Maar goed, dat ga ik aan het eind dan uh, proberen te beargumenteren. Waarom dit item? Um, eigenlijk heel simpel. Vandaag, gisteren kwam er een. Bericht online op social media en uh, verschillende websites... dat uh, de studio waar Beyond Good and Evil 2 wordt gemaakt... en dat is Ubisoft Montre uh, nee, Montpellier, oftewel in Frankrijk... dat daar de baas van de studio, de managing director... en die heet Guillaume Carmona, uh, die was al een tijdje afwezig... en die is nu definitief uit het bedrijf geknikkerd. Weg, oprotten, weg ermee, hoppakee, ontslagen... Daarnaast is er dus een lopend onderzoek uh, van de arbeidsinspectie bij de studio in Montpellier. Omdat er de laatste tijd, de laatste maanden en misschien ook wel de laatste jaren ontzettend veel uh, medewerkers uh, vertrekken. Of in ieder geval lang ziek zijn door burn-out. Uh, er gaan er veel weg, ook met allerlei ziekte-symptomen. Dus er is daar iets aan de hand. Iets. Wat niet bepaald bevorderlijk is voor het maken van een fantastische game. De Nigers zit op dit spel. En ik denk zelfs dat je kunt concluderen dat medewerkers fysiek gewoon ziek worden van dit sleutelen aan iets maar wat, wat maar niet van de grond komt. Maar goed, um, laten we gewoon eigenlijk eventjes uh, beginnen bij het allereerste. Begin. Beyond Good and Evil 2 is natuurlijk een opvolger um, uh, van Beyond Good, Good and Evil 1. Daar gaan we het straks even over hebben. En um, in zo. Uh, so in 2007 dook de naam voor het eerst op. En dat was aan de hand van een aantal interviews die Ancel gaf aan bijvoorbeeld Nintendo News. Ja. En um, ja, daar vertelde hij in dat hij toch wel heel erg veel zin had. Heel erg veel, een van zijn harte wensen was om met Jade, dat is het hoofdrolspeelster uit Beyond Good and Evil, dat, um, dat hij uh, bezig zou zijn uh, met een. Vervolg, dat hij dat, dat heel graag wilde doen. Hij wilde dat verhaal doorgaan vertellen. En um, vrij snel daarna, begin 2008, kwam op Ubisoft Days. Ja, dames en heren, Ubisoft Days. Dat, dat was een evenement waarin Ubisoft de games uh, voor het komende tijd uh, bekend maakte. Kwam daar de eerste... Trailer. En uh, die trailer hebben wij natuurlijk. Die is niet van een al te hoge kwaliteit. Het is natuurlijk 2008. Uh, 420, dat is het hoogste wat ik heb kunnen vinden: 420p. En uh, ja, hierin zag je weer de hoofdrolspeler uh, Jade voorbij komen. Uh, het varken zit er weer in. En dit was eigenlijk een beetje het eerste levensteken van. Beyond Good and Evil 2. En Ancel zei: uh, Deze game is al ruim een jaar in pre-productie. Oftewel: 2007 is die game feitelijk. Stond hij op het schema van Ubisoft? Dit moet uit gaan komen. Hier moeten we wat mee gaan doen. En um, we zitten nu in 2023. Dat is dus. Uh, twee, uh, 7 plus 3 is 10. Dan zit je 2010. Komt er nog 13 bij. Um, 16 jaar. Zeg ik dat goed? Deze game is dus 16 jaar lang. 16 jaar lang in ontwikkeling. En het enige wat we gezien hebben. En dat laat ik in dit item zien. Is een aantal trailers waarvan je echt. ...totaal niet weet wat het is. En waarbij je ook kunt zien dat ze gedurende dit hele proces... ...steeds ook gewisseld zijn van... ...ja, wat gaan we nu eigenlijk maken? Wordt het een RPG? Wordt het een Space Exploration Game? Wordt het een... Show? weet ik veel. Ze hebben van alles en nog wat geprobeerd. En uiteindelijk hebben we nog steeds helemaal niks. Um, Beyond Good and Evil 2 is natuurlijk dus de opvolger van... Beyond Good and Evil. En eigenlijk is het al een wonder dat men überhaupt aan deze game um, begonnen is. Want Beyond Good and Evil, de allereerste, en wij laten even de launch trailer zien, um, was een hele, hele, hele grote flop. Commercieel gezien. Want de game scoorde een 8,7 bij de critici, gemiddeld. Um, ik kan me niet meer herinneren dat ik de game zelf gespeeld heb. Maar ik weet wel dat was nog echt in de tijd van de Power Limited ook. Um, dat, we, dat de mensen die hem gespeeld hadden, waren er enthousiast over. Het, het was een spannende ja, actiegame. Mooi verhaal, nieuw, et cetera, et cetera. Het kwam uit op de PlayStation 2, de Xbox en de GameCube. Maar van deze game werden er in totaal maar maximaal 500.000 stuks verkocht. En dat is. Veel te weinig voor een game die gewoon best wel duur was om te maken. Nou, er zijn allerlei excuses voor uh, te verzinnen. Ancel heeft al gezegd van ja, in die tijd waren gamers alleen maar bezig met de grote franchises, bekende titels. Nou goed, uh, anno 2023 is eigenlijk niet al te veel veranderd. Um, Ubisoft was ook niet bepaald lief, want um, Sense of Time, Prince Persia, die kwam in die tijd uit en die, die game, daar werd veel meer marketing op gezet. Uh, ...waardoor deze game een beetje ondersneeuwde, et cetera, et cetera. Het was gewoon geen succes. En 500.000 stuks verkopen en dan toch een sequel mogen maken... ...dat is eigenlijk ja, een beetje een wonder. En dat wonder zou ermee te kunnen maken hebben... ...dat Ancel natuurlijk ook aan andere dingen bij Ubisoft heeft uh, meegewerkt. En hij had een hele goede band met Yves Guillemot... Dus ik denk dat Yves Guillemot zoiets had van: Oké, okay, ik wil Ancel ook voor andere dingen gebruiken. Hij is belangrijk voor Ubisoft. En dat dit nou zijn pet project is, zijn liefdesbaby. Um, Oké, okay, dan laat ik hem gewoon dat, dat, ja, dat vervolgbaar maar maken. Um, in ruil voor dat hij ook andere dingen Hij heeft Raymond Legends ook bijvoorbeeld op een gegeven moment gemaakt. Ook weer zo'n zeer succesvolle game. Dus hij bracht het geld wel in het laadje. Ze mochten inderdaad. Um, aan uh, Beyond Good and Evil uh, um, werken en uh, 2008 was dus die eerste trailer en in 2009 kwam er nog een trailer online, niet bij de YubiDays, maar hij lekte gewoon. Uh, waarbij we eigenlijk, en als ik dit bekijk, dan zit ik eigenlijk meer naar Prince of Persia te kijken. Uh, maar dan met een vrouw in de hoofdrol. Veel parcours, veel snelle bewegingen, springen, hupsen. Nou, je, je ziet uh, dat ze de engine ook een beetje gebruiken. Uh, die Prince of Persia gebruikte. Um, deze trailer die verscheen online. Die werd gelekt. Ubisoft heeft een beetje geprobeerd hem weg te krijgen. Maar Ancel heeft op een gegeven moment al aangegeven... dit is authentiek. We zijn hier mee bezig. Um, Beyond Good Evil 2... het bestaat. Heb geduld. En in principe was het pas... een jaar of vijf, zes uh, geleden. Dus oké, okay, het zou kunnen... dat ze dan weer een nieuwe... ervolg van, van gingen maken. en um, It's worked on. Beyond niveau 2 bestaat. En in die periode waren er ook niet zoveel mensen die dat eigenlijk daar een probleem van maakten. Ik bedoel, Anno, nu heb je eigenlijk bij elke E3 weer van Beyond niveau 2 zit hij er weer bij. Uh, het is een soort hoax geworden. Een fan favorite, een hardcore following. Want hé, hey, 500.000 stuks. Ik bedoel, wie ligt daar nou wakker van? Nou, ik denk niet heel veel gamers. Maar goed, in ieder geval, het geluid de laatste jaren is vele malen feller en hoger dan. In die jaren rond 2009, 2010. Mensen hadden zoiets van: oké, okay, nou, of het er nou wel of niet komt. whatever. Um, 2000, ja, nou, ja, eigenlijk was 2009 het laatste. wat we van deze game hebben gezien. Toen bleef het heel, heel, heel lang stil. Nou, ik heb verschillende interviews. In die tijden, gelezen tussen 2009 en 2016, waar eigenlijk uh, uh, weer een teken van leven werd gegeven. Uh, Ancel heeft altijd volgehouden dat hij nog steeds met die game bezig was. In die tijd heeft hij wel al aan allerlei andere projecten gewerkt. Uh, bedoel ik bedoel, Raymond Legends heb ik al genoemd. Uh, Wild is hij mee bezig geweest. Maar on the sideline is dit project altijd blijven ronddobberen. Er is altijd aan gewerkt. Alleen er kwam gewoon eigenlijk. Helemaal niks uit op dat moment. Um, gaan we naar 2016. Um, toen in één keer ging Ancel wat, wat posts op social media zetten. Um, hintend naar um, uh, Beyond Good and Evil 2. Die heb ik niet echt kunnen vinden. Zoals media is soms wat lastiger te herleiden. Maar vrij snel daarna, dat zie je de hele tijd. Van Ancel is dan zelf een beetje aan het teasen. Dan moet Ubisoft eigenlijk een officieel antwoord geven. Omdat mensen natuurlijk zoiets hebben van. Oké, okay, komt hij nou wel? Komt hij nou niet? Komt hij nou wel? Komt hij nou niet? Komt hij nou wel? Komt hij nou niet? Nou, hij kwam dus inderdaad wel. E3 2017. En dit kan ik mij nog heel goed herinneren. Dit was onze... Uh, de studio, niet in Blast, maar de studio daarvoor. Um, toen zaten we beneden en toen kregen we deze trailer te zien. Tijdens de E3. En um, volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker. Had ik misschien even moeten uitzoeken, maar. Deze trailer heeft heel goed gescoord uh, bij The Wall. Dat was nog in een tijd dat Ubisoft nog best wel een fan favorite was. Uh, het was natuurlijk ook een fantastische trailer. Ik bedoel, het, het is een CGI. Het is puur CGI. Je weet begot niet waar deze game naartoe gaat. Maar het was wel um, intrigerend. Die varkens, de uh, Simple Say. Uh, Jade, die er dan wel op een bepaalde manier een rol in speelt. Uh, Beyond Good and Evil 2, die uh, bestond weer. En ja, door hem op de E3 te gaan tonen. Uh, gaf Ubisoft ook echt wel aan. Uh, deze game bestaat en deze game moet gaan uitkomen. Maar het is 2017, hè? 2017 en we zijn nu 2023. Er is nog steeds niks, dus we hebben alweer zes jaar lang ellende gehad. Um, gaan we een beetje verder. Uh, er is nog een gerucht geweest dat Beyond Good and Evil 2 bedoeld was voor een Nintendo Switch exclusive. Dat is eigenlijk ook een beetje debunked. Uh, vervolgens was het PlayStation 4 en de Xbox One en de PC. Dat heeft Ancel weer ontkend: die zei van nee. Er was nog helemaal geen bepaald platform waar we hem voor maakten. We waren nog aan het zoeken naar de vorm van wat het moest, van wat het wordt. En uh, deze trailer heeft de anticipatie voor deze game, de anticipation bedoel ik eigenlijk, de verwachtingen best wel hoog gemaakt. Want als je het ziet, man, het ziet er krankzinnig uit. Als je dit zou kunnen spelen, um, dat is waanzinnig hef uh, heftig. Maar als je dit ziet, dan snap je ook, kijkend naar waar we nu zijn met de next-gen generatie, dat was in 2017 niet mogelijk geweest. Dus we zijn een beetje gefopt. 2018 volgens mij, of 2019, 2020 is er nog een keer een trailer geweest. Weer een soort bewijs van het bestaat nog. Maar er was op dat moment wel zo langzamerhand een probleem aan het worden. En dat probleem heette uh, Miguel Ancel. 2020 is hij definitief bij Ubisoft weggegaan. Hij was al een beetje met een eigen studio begonnen. Uh, met Wild. Nou, hij heeft toen gezegd: van bij zijn afscheid. Uh, Wild en uh, Beyond Good and Evil 2. Die zijn in goede handen bij, uh, bij, bij Montpellier. Ik heb de mensen goed opgeleid. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Het gaat allemaal goed komen. De vraag is echter of dat ook zo is. Want, um, en dan loop ik even, dus nu naar 2023 toe. Dat onderzoek wat er nu loopt over de fysieke werksfeer. Uh, het feit dat er weer uh, een, een, een baas weg is gegaan. Dat is wel een, een patroon wat we de laatste jaren zien bij Montpellier. Sterker nog, in 2017 zijn er al vanuit de mensen die bij uh, Ubisoft Montreal werkten de eerste klachten binnengekomen over uh, Miguel Ancel. En dan niet zozeer uh, 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 over over uh, seksistisch gedrag, maar vooral over zijn stijl van leiding geven. Dat had er aan de ene kant mee te maken uh, dat hij nogal kort af was en soms moeilijk in de omgang. Nou goed, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat heb je wel eens vaker met baasen. Niet elke baas uh, is iemand die misschien uh, bij jou in de smaak valt. Vaak is het ook nog een soort ding van ja, als je baas bent, ben je nou al eenmaal altijd degene die het slechte nieuws moet brengen. Het leuke nieuws ook, maar ook het slechte nieuws. Dus ben je al gauw uh, de lul. Um, daarom krijg je waarschijnlijk ook gewoon fucking veel uh, meer betaald... dan iemand die gewoon uh, medewerker is. Ik bedoel, je moet die klappen opvangen. Maar er was nog iets anders en dat was dat de medewerkers zeiden van... er is geen touw aan vast te knopen wat Ancel nu wil met deze game. Hij weet het zelf niet. Het gaat van links, het gaat naar rechts. Dan moeten we dit weer doen. Dan zegt hij opeens weer van, ah, nee, dat is helemaal kut. We gaan het weer zo doen. En ik weet er uit ervaring, ik ben vaker bij studio's, ik heb met mensen gesproken die in dat soort uh, omstandigheden gewerkt hebben. Er is niks zo frustrerend dan een, een management, een, een leiding die niet weet waar het naartoe gaat. Want dan weet je als medewerker ook niet meer wat je nou wel moet doen. Uh, er is geen motivatie, want het gaat nooit een keer goed. Het, uh, je werkt keihard aan iets. En dan met één pennestreep kun je dat wegflikkeren en moet je weer de andere kant op gaan. Dat is niet motiverend. Uh, zeker niet als de werkdruk hoog is. Er is altijd toch waarschijnlijk wel druk uitgevoerd op de studio. Van jongens, maak die game dan nou een keer af. Want we kunnen een goede game wel gebruiken. Ubisoft vorig jaar helemaal niks. Uh, wat dat betreft qua games, hè, grote games. Uh, daar had een Beyond Good and Evil 2 waarschijnlijk wel een heel groot succes kunnen zijn. Uh, dat is niet goed. Dat is niet gezond. En die klachten waren er dus al in 2017. En pas in 2020 is Ancel. Weggegaan. Ik weet niet of het in good standing of in bad standing is, maar hij is weggegaan. En waarschijnlijk, naar verluidt, ik krijg het natuurlijk nooit helemaal hard, maar dat is wat je leest. De vriendschap die Yves Guillemot had met Ancel. En dat is wel een beetje een wederkerend verhaal. Dat uh, uh, Yves Guillemot, ik snap het ook wel, als jij directeur bent, dan heb je niet een band met. De, de absolute onderkant van je developers. Ik bedoel, er werken daar volgens mij 11.000 mensen. Uh, die, die ga je niet allemaal kennen. Wat je kent is het management en uh, de game directors. En dat, is een, dat, dat zijn ook voor een deel de mensen die dus nu weg zijn vanwege die toxic work culture. Maar ja, die, daar heb je een band mee opgebouwd. Um, die gooi je niet zo snel weg. Je, ja, het is een beetje hetzelfde als met uh, gooi je de spelers weg uh, van een voetbalelftal of geef je een trainer weg. Nou, uh, daar is het vaak aan de trainer. De spelers zijn je belangrijke assets... dus dan moet de trainer weg. Hier is het vaak de director is degene die het helemaal bedacht heeft. Die heeft het in de kop zitten. Kun je beter de developers wegsturen? Uh, maar het bleek op een gegeven moment wel. Na drie jaar, dat duurt wel lang hoor, dat Ancel niet de juiste man op de plek was. Maar wie is dat dan wel? Want daarna zijn nog andere mensen op die plek gezet. Zijn weer weggestuurd. Nou, hier Guillaume, uh, Guillaume Carmona. Ook weer weg. Die was al een tijd weg. Stuurloos. Er is gewoon helemaal niks. Um, maar Ubisoft blijft volhouden. 2021 weer. In een financial report. Uh, naar de aandeelhouders. Dat de game was. Processing well. Uh, progressing well. Uh, maar ze wilden geen release date geven. En. Um, je weet, het, hè. Als het. Tegen mij wordt gezegd, dan mag hij liegen wat hij wil. Dan gaat hij misschien alleen op zijn bek als ik weet te bewijzen dat hij liegt. Tegen aandeelhouders heb je een probleem als je liegt, want um, dan krijg je echt een proces aan je broek en gaat het je heel veel geld kosten. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij gelogen heeft. Ook in 2022 hebben ze gezegd nog steeds dat die game in ontwikkeling is. En in 2023 hebben ze dat wederom gezegd. En sterker nog, Tom Henderson. Iemand die best wel veel inside en informatie uit de industrie heeft. Die heeft nog in 2023 uh, weten te melden dat er een uh, player-test um, ja, uh, uh, aan zit te komen. En meestal doen ze dat eerst in-house of closed. Hè, met een soort van. Uh, huren ze een bedrijf in die dat dan moet gaan doen. Maar in ieder geval, de game uh, gaat gespeeld worden binnenkort. Um, dat zou best wel betrouwbaar kunnen zijn. In ieder geval in 2022 uh, verbrak Beyond Good and Evil 2... het record van Duke Nukem Forever als de game die het langst in ontwikkeling is... waarbij ook steeds wordt gezegd dat hij daadwerkelijk nog in ontwikkeling is. En um, dat is eigenlijk een beetje het einde van het verhaal. Want gaat deze game nou nog uitkomen? Nou ja, als ik dan kijk naar Ubisoft die stelselmatig tijdens aandeelhoudersvergaderingen... en tijdens die besprekingen van de kwartaalcijfers... en tijdens de prognose voor de komende jaar... zegt dat Beyond Good and Evil 2 nog in ontwikkeling is. Als je kijkt naar uh, de studio zelf... als je kijkt naar Ancel... Uh, dan zeggen die allemaal... die game is in ontwikkeling. Maar ik zet het wel ook af tegen het feit... dat dus blijkbaar de werksfeer bij Ubisoft Montreal... compleet verziekt is. Er is geen leider... Mensen lopen weg. Misschien zijn dat wel juist de top-notch guys die daar weglopen. Of die ook een andere baan zoeken. Die denken van oké, okay, deze shit heb ik geen zin in. Dus aan de ene kant heb ik het gaat door. Aan de andere kant, een studio die eigenlijk niet meer weet waar het naartoe moet. En dat is wel problematisch. Dat is wel problematisch. Dus ik, ik, um, ik denk dat ze nog steeds een uitweg hebben. Ze kunnen altijd zeggen in 2023 of 2024, we hebben het geprobeerd. Jongens, we hebben het echt geprobeerd. Aan deze game is gewoon de hele tijd gewerkt. Dat kunnen ze waarschijnlijk ook bewijzen door te laten zien. Zie je wel, er is in die code, er is tot dan en dan aan gewerkt. Het is alleen niet gelukt. We stoppen ermee. Aan de andere kant, een game die. Um, even kijken, 7, 16 jaar in ontwikkeling. 16 jaar in ontwikkeling. En Die heeft inmiddels al miljoenen, 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 miljoenen dollars gekocht, gekost. Als je hem nu cancelt, krijg je helemaal niks meer terug. Kun je hem toch maar beter laten uitkomen. Dus ik denk dat Ubisoft probeert ergens. Een werkbare versie toch nog uit te brengen. Het is niet de meest beste vibe om een spel uit te zetten. Het, het kan samen ook niks verbazen dat er een deal is met de Franse overheid, met Montpellier, over subsidies, et cetera, et cetera. Dat het niet zomaar kan zijn dat zo'n gemeente... Uh, jarenlang belastingtechnische voordeeltjes geeft... zonder dat er ook maar überhaupt iets geproduceerd wordt. Dat hebben we ook met Skull Bones in Singapore. Alhoewel ik denk dat die deal wel wat heftig is. Maar ik denk gewoon, het is te ver om die game te cancelen. E3 2023? Mm, ik denk niet dat de game op de... Ja, nou ja, goed. Als ze zeggen dat er een playtest is, het zou misschien best wel kunnen. Um, ik heb er mijn twijfels over. Ubisoft zegt dat ze een, een enorme sterke line-up hebben en dat ze enorm veel hebben om te tonen. Nou, dat, dat zou best. Hè? Nieuwe Splinter Cell, al die Assassin's Creed dingen. Uh, en dan Beyond Good and Evil 2, uh, Skull and Bones, waarvan ze zeggen dat ze nog een veel betere versie voor hand hebben. Dus mijn gevoel zegt op dit moment, deze game gaat wel uitkomen. Ik heb er alleen gewoon heel veel twijfels aan of dit goed gaat worden. Want ik heb hetzelfde gezien. Een game, ik bedoel Duke Noemen me Forever ook. O, o, die, die game was ook, weet ik wel, 15 jaar in ontwikkeling. Dat was ook niet best. Als een game zo lang in limbo is, in development hell. Dat ga je gewoon bijna nooit helemaal goed krijgen. Dus... En ik zou het wel zonde vinden. Um, ik heb liever gewoon dat het een soort van Half-Life 3 verhaal blijft zijn. Weet je wel? Van Beyond Gold Niveau 2. Ik had het zo graag gewild. Zo'n zo, zo mooi verhaal dan dat er toch nog een deel 2 aankomt. En dat het dan gewoon helemaal ook echt klaar is. Omdat die game ook niet goed is. Maar goed, de tijd zal het leren. E3 2023. Ik denk dat we misschien wel eens wat gaan zien. Misschien een trailer. Ik ben benieuwd. In de comments, denken jullie dat we dit jaar nog. 2023 beelden gaan zien van Bot Beyond Good and Evil 2 en denken jullie dat de game uiteindelijk ook gaan uitkomen?